En een hele goede avond voor iedereen die er al is. Leuk dat je er bent. Ik hoop dat het goed gaat met mijn beeld. Bij mij schokt het allemaal. Als dat bij jou ook het geval is, dan hoor ik dat graag. In de tussentijd ga ik lekker even gedag zeggen tegen iedereen die ik in de chat zie. En ik ga lekker iets na 8 uur starten met de sessie die ik beloofd heb. Hey lieve knutsel Mirjam en Claudia. Hi Hobbyshop Online. Super tof dat jullie erbij zijn vandaag ook natuurlijk. Hi Anja en Helen, helemaal leuk. Lieve Innie Pinnie, ik begrijp dat je niet lekker bent en dat vind ik heel erg jammer om te horen. Innie Pinnie is Ingrid en die is altijd overal bij voor alles wat ik online doe. En vandaag gaat het dus even niet, dus heel veel beterschap, lieve schat. En Ilse is er ook weer, hartstikke leuk. Claudia is erbij, helemaal tof. Nou, goede vraag van Fiona. Eens even kijken of ik dat een beetje beter in beeld kan krijgen. Daar. Fiona vraagt, waar kijken jullie allemaal vandaan? Nou, dat was ook een vraag die ik wilde stellen, dus dank je wel daarvoor. En in de tussentijd ga ik eens kijken. Claudia zegt dat ze van Emmer Compascum komt. En Fiona zegt, ja, ik schok een beetje. Nou, dat is erg vervelend. En ik ga eens even kijken hoe dat kan. Op de een of andere manier vindt mijn computer het vandaag lastig. En dat is jammer. Ik weet niet goed hoe dat kan. Eens even zien of ik een en ander op de achtergrond uit kan zetten. Kijken of dat al helpt. Ik schok nog steeds, hè. Eens even zien. Ik denk dat ik wel weet hoe het komt. Ik blijf maar schokken, hè. Het beeld wil niet lekker. Dan moet ik iets uitzetten wat ik eigenlijk aan wilde zetten. En dan kan ik het misschien straks weer tevoorschijn brengen. Even kijken of dit helpt. Ik schok nog steeds, hè? Wat vervelend. Mijn computer vindt het vandaag moeilijk en ik begrijp nu niet helemaal goed hoe dat kan. Nou goed, het geluid is goed en ik hoop dat straks de video ook goed overkomt. En anders is het heel vervelend. Hey, ik zie dat jullie overal vandaan komen. En Anja zegt dat het beeld en geluid wel goed zijn bij haar. Dus dat is fijn. Ik hoop bij de meeste van jullie wel. Jan Harry van der Veen. Die komt uit Utrecht. En Helen uit Geleen. Ilse uit Stolwijk. En Els is er ook. Hoi Els, gezellig. Petra komt uit West-Brabant. En Els komt dus uit Zwolle. Gerry uit Oosterhout. Nou, jullie komen overal vandaan. Hartstikke leuk. Leuk ook dat jij er bent. Veerle. En Mirjam. Even kijken. Ingrid zegt, ze is de enige die bibbert. Oh, dat is wel heel vervelend. Nou, ik zie dus wel bij mezelf dat het beeld een beetje schokkerig is. En ik ben blij dat het bij jullie dus niet het geval is. Dus oké, okay, geen schokken, zegt Els. En ook Gerry en Ilse zeggen dat het gewoon is. Nou, dat is fijn. Technische dingen zijn altijd weer een beetje een uitdaging. Maar goed, we merken er wel hoe het verder gaat. Gelukkig gaat het tot nu nog toe goed. Hey, Minnie uit Emmen. Hey, lieve schatten. Ik ga vandaag aan jou demonstreren hoe die letterliner werkt. En daar ga ik over 2 minuutjes mee beginnen. En even kijken. Ik zie dat man Lief komt thuis en die gaat zelfs roepen of zo. Dus ik doe even de deur dicht. Ik ben live! Ja, maar om 8 uur toch? Doei! Soms kun je beter zelf eerst roepen, dan voorkom je dat ze alsnog gaan roepen tijdens je sessie. Oké, okay. Nou goed, zo gaat dat gewoonlijk bij ons. Dan roep ik altijd van tevoren, ik ga live. Maar de mannen waren naar fitness, dus mijn man komt nu pas binnen. Ik zeg altijd mannen, want ik heb een man en een zoon van 15. Dus dat noem ik mijn mannen. Hey Jan Harry van der Veen. Heet je Jan of Harry? Oké. Okay. Hey, leuk dat je er bent, Bies. En oké, goed. Ik wil je dus heel graag laten zien. Het is 8 uur, dus ik mag beginnen. Ik wil je heel graag laten zien hoe de letterliner werkt. En een aantal van jullie heeft dan een letterliner. Of 2, misschien zelfs 3. En een aantal van jullie heeft hem niet en je bent heel benieuwd hoe het werkt. Ik laat het je vandaag allemaal zien en ik geef er dus een aantal weg. De bedoeling is dat ik 3 keer een letterliner weggeef. Op mijn telefoon ga ik nu een timer zetten. En ik vertel niet hoe lang die duurt, maar hij duurt tussen de 10 en 20 minuten, die timer.
En wanneer mijn timer afgaat, dan kies ik de vijfde persoon. Of dit gaat niet lukken, kijk of ik kan ik er vijf zien. Kies ik de derde persoon in mijn beeldscherm. Nou, ik zal je even laten zien hoe dat er bij mij uitziet. Dus even kijken of ik dat kan tonen hoor. Ik denk het niet. Ik kan het wel even zo doen. Ja, dan kan ik het je even laten zien hoe dat eruit ziet. Want wat ik dus zie, terwijl ik met een live sessie bezig ben, dat ziet er ongeveer zo uit. Zie je dat? Nou, zie je hier een paar gekleurde cirkels staan boven het takje, boven het groene takje? Dat zijn jullie reacties. En die reacties, die zie ik dus in beeld op deze manier. Nou, reageer gewoon lekker tijdens de hele sessie. Stel vragen, maak opmerkingen, allemaal. Als de timer gaat, maak ik een screenshot van deze reacties. En dan is nummer 3 de winnaar van de letterliners. Als jij al letterliners hebt, dan mag je ervoor kiezen om ze te krijgen en dan door te geven aan iemand die je wilt. Of dat je zegt van geef maar aan iemand anders, dan maak ik nog een keer een screenshot en pakken we daar weer nummer 3 van. Dus zo gaan we te werk. Nou, haal ik dit weg. Oké, dan zijn we weer live in beeld. Dan haal ik die weg. Kijk eens aan. Nou, maar zo gaat het dus straks. Nou, ik wil je eerst heel graag brengen naar de website van letterliner.nl. Dat is een onderdeel van mijn website, is dat? Letterliner.nl. Ziet er zo uit. Als je daar komt, vind je daar video's, uitleg, alle informatie. Maar vandaag geef ik je zelfs nog meer, want zeg maar, in de loop van de tijd heb ik nog meer dingen verzonnen en die wil ik vandaag met jou delen. Op letterliner.nl vind je dus vandaag ook de video. Als je op letterliner.nl meekijkt en je wilt meedoen met de giveaway, dan wil je even klikken hier. Het staat op twee regels. Kijk mee op YouTube om mee te doen met de giveaway. Dat staat daar op die hoogte. Klik hier, want je kunt alleen maar reageren op YouTube. Dus als je mee wilt doen met de giveaway, moet je even naar YouTube. Dat doe je dus door daarop te klikken. Nou, je kunt dus hier meekijken. Als je verder naar beneden scrolt, vind je lekker inspirerende foto's van wat ik je vandaag een beetje laat zien. Als je op deze foto's klikt, worden ze groot, kun je ze ook beter bekijken. Als je verder nog verder naar beneden scrolt, zie je het verhaal. Hoe ik aan de letterliner ben gekomen, hoe ik hem heb ontworpen. Dus waarom ik hem heb ontworpen. En ik had een probleem wat jullie ook allemaal, wat veel van jullie kennen. Je schrijft en dan denk je, oh nee, ik kom niet uit. En dan is je werk een soort van verpest. Want het schrijven doe je vaak op het laatst en dan ja, het is gewoon vervelend. Dat vond ik vervelend, dus ik heb de letterlijnen uitgevonden. Er zijn op de markt 3 maten. Nou, moet je weten dat maatje L, de large, die is nagenoeg overal uitverkocht. Ik kan hem nergens meer vinden. Ik heb hem ook niet meer. Ik heb er zelf één, maar niet meer uit voorraad. Dus die is eigenlijk niet meer verkrijgbaar. Als dit super goed gaat lopen allemaal, gaan we heroverwegen om opnieuw in productie te brengen. Maar voorlopig is dat niet het geval. We werken daarom met maatje M en maatje S, de medium en de small. En dan moet je weten dat ik voor deze sessie een hele leuke samenwerking heb met Hobbyshop Online. Nou, als je op de. Ik ga je weer naar boven. Oepsa. Als je hierboven klikt op. Oh, ik moet hem even vernieuwen, want ik heb die pagina een beetje anders ingedeeld. Sorry hoor, even. Ja, als je hier onder de video klikt, dan vind je hier de link van Hobbyshop Online. Zie je hem daar? Als je daarop klikt, kom je op de website, de shop van Hobbyshop Online. En daar staat heel handig alles bij elkaar wat ik je vandaag laat zien. Misschien dat er een heel enkel dingetje langskomt wat je daar niet tussen staat, maar ik denk van niet. Maar de penselen en de verf en natuurlijk de letterliners die ik gebruik. Die staan dus hier bij Hobbyshop Online netjes op een rijtje. Het is superleuk als je daar wilt kopen. Maar anders ga gerust naar je favoriete hobbywinkel. Natuurlijk niet verplicht. Ik kijk straks even naar jullie reacties. Ik ga nu eerst even verder met letterlijnen.nl. Ik ga even super snel naar beneden scrollen. Niet duizelig worden. Scroll, scroll, scroll. Nou, daar staat over de maat M en de maat S. Dus ik zal je vandaag ook wat meer vertellen. Maar dan weet je dat het op een rijtje staat. Ook op letterliner.nl. Je kan ook inschrijven voor mijn freebies. Maar ik heb daar instructievideo's. De basisinstructievideo's staan daar ook op. Dus als je uitgebreidere video's wilt dan wat ik je laat zien vandaag, wil je daar naartoe.
Je ziet dus daar ook hoe dat allemaal werkt enzovoort enzovoort. Nou, wat een extra leuke video is. Iedereen die hier al een keer geweest is, heeft misschien de video deze nog niet gezien. Want die heb ik er niet zo lang geleden op geplaatst. Daarop vertel ik je hoe ik dus in het rond deze letters heb geschreven. Die methodiek is een andere dan dat ik je vanavond laat zien. Vanavond laat ik je de Buddy's methodiek zien. En dit is de tape roll methodiek. Maar goed, dat klinkt allemaal nu mysterieus. Ik zal het je allemaal uitgebreid vertellen vanavond. Dus, onder de video op letterliner.nl, maar ook onder de video op YouTube staat ook de link van Hobbyshop Online. Dus onder de video op letterliner.nl vind je de link van Hobbyshop Online. Onder de video op YouTube vind je de link van Hobbyshop Online. En als je in de gelegenheid bent, kun je ook deze QR-code scannen. Zal ik hem even groot maken. Tada! Dan kun je daar ook op scannen en dan kun je daar ook de producten vinden. Kun je ook zo via de link naar, of via de QR-code, kun je naar Hobbyshop Online. Dus even scannen als dat lukt voor jou. En anders heb je de linkjes. Yes! Oké, ik maak hem weer klein. Daar gaat hij. En ik wil je graag meenemen naar mijn bureau. Eens even zien. Moet ik er wel iets leuks op leggen? Daar. Zodat ze eerst even doen. Der. Neem ik je mee naar mijn bureau. Weet je wat? Ik ga eerst even naar de andere. Een ander beeld. Deze. Kijk hoor. Doe die even weg. Zo. En dan plaats ik er even een videootje naast. En dan hoop ik dat hij niet gaat schokken. Want dat deed hij dus net. Even kijken hoor. Nou ja zeg. Ja. Dit is hem. Maar hij staat op de verkeerde plek. Daar. Kijk daar. Nou goed. Ik laat de video draaien. En ik hoop dat het niet te veel invloed heeft op mijn eigen beeld. Als ik weer heel veel ga schokken, moet jullie het laten weten, oké? Okay? Nou, dan krijg ik al vragen van wat kosten ze. Kijk even op de website van Hobbyshop Online. Wat je nu ziet in de video zijn de voorbeelden die ik heb gemaakt voor deze sessie. Ik heb gewerkt met watercolor en met gouache. De eerste video's deze gaan over watercolor. Je ziet de video's in snel tempo. Ik ga dus ook niet echt bezig zijn met hoe schilder je blaadjes en dat soort dingen. Als je dat wilt leren, kun je dat allemaal leren in mijn workshops. Op makerisme.nl. Laat ik je later ook even zien. Maar dat je even is misschien wel leuk om te zien hoe ik dit voorbereid heb. En hoe ik de letterliner in een project gebruikt heb. Ik ga even ook kijken naar jullie vragen. Kijk, iemand heeft de vragen, heeft de bedragen al gevonden. Dus dat vind je lekker ook in de comments, dus dat is heel mooi. Anneke is benieuwd naar het rondwerken, dus in een cirkel schrijven. Dat zal ik je allemaal laten zien. Hey Greetje, leuk dat je er bent. En dankjewel Yvonne. Even zien hoor. Iedereen, ik zie al meer dat die er heel erg benieuwd zijn naar het rondwerken. De Smallville Kitty heel erg graag. En Helmi zegt dat de video's heel duidelijk zijn. It's Me Else vindt het een handige website. En Brem zegt, dan heb ik dus alleen maar maat S, maar je eerste oplage, de printbare, kan misschien nog wel groter. Jij bent nog een van het prototype toen ik hem nog in een printbare versie had. Je kan hem altijd vergroten als je hem daar nog van hebt. Ja. Nou kijk, Amartie 11 zegt, ze zegt, leuk, heeft hem al lang, maar gebruikt hem weinig omdat ik niet hem helemaal snap. Dus blij dat ik vandaag uitleg krijg. Nou, daar ben ik vandaag voor. Ik stop de video even, zet ik even op pauze, gaan we even naar mijn bureau. Als je vragen hebt, lieve schatten, wil je die vragen dan stellen met heel veel vraagtekens? Of met als er iets ernstigs aan de hand is, bijvoorbeeld ik zie je niet, of het beeld is uitgevallen, of het geluid of zo, wil je dan allemaal uitroeptekens gebruiken. Dan weet ik dat er iets mis is en dan zorg ik ervoor. Kijk, ik heb zo'n lekkere stapel van alles. Nou, dit is het project wat je net op de video zag. Wat ik dus maakte, daar. En ik heb dus de letterliner gebruikt om dit stuk tekst precies op zijn plek te plaatsen. Je zult straks in de video zien dat ik eerst een vakje teken met potlood. Dan heb ik mijn, zeg maar, mijn tekstblok heb ik getekend. En vervolgens gebruik ik de letterliner om de letters op de goede plek te krijgen. Ik laat je straks zien stap voor stap hoe ik dat doe. En ik ga wat namen schrijven. Nou, ik heb hier al een aantal voor de test. En verder heb ik ook wat cirkelvormige kransen getekend.
Ik weet niet of ik die hier ga gebruiken. Ik denk dat ik die even opzij leg. Ik denk dat het te veel tijd gaat kosten, maar we zullen zien. Ik laat het kaartje van Hobby Shop Online af en toe zo in beeld staan. Hey, even kijken hoor. Daar. Dan kun je daar naartoe. Dan kun je dat nog onthouden. Kijk, dan sta ik daar en Hobby Shop Online ernaast. Goed, zal ik je de basis eens uitleggen? Dan weet je dat eerst. Je krijgt van mij straks in video's ook helemaal te zien hoe ik al deze kaartjes enzovoort heb getekend en geschilderd en beschreven. Kijk, mijn tafel zit nog lekker vol met allerlei vlekken, zie ik. Nou, dat is ook mooi, want dan zie je dat ik echt gewerkt heb in de afgelopen tijd. De letterliner. Hij is er in principe in 3 maten, maar zoals ik al zei, die hele grote, die is nergens meer te vinden. Dus die doe ik even weg. Hij is extra leuk voor krijtbord schrijven. Dus als je hem nog hebt en je kunt krijtborden, dan is dat erg leuk. Maar we werken even met deze twee. Ze zijn even lang. En camera een beetje meer daar. Ze zijn even lang, maar ze hebben een verschillende verdeling. Ik laat je nog wat dichterbij meekijken. Wil die goed scherp? Even zien. Ah, ik zie het al eens een beetje. Daar gaat het beter. Oké. Je ziet al meteen dat bij deze de lijntjes veel dichter op elkaar staan dan bij deze. En dat maakt dat je met deze letterliner meer letters kunt schrijven dan met deze. Ik ga mijn eigen kopje een beetje opzij doen en wat kleiner. Daar. Goed, nou ik laat je eerst even super simpel zien wat je met de letterliner kunt in de basis. Nou, in de basis kun je letters schrijven. Gewoon keurig op zijn plek, bijvoorbeeld in het midden van je stukje papier. Nou, stel je voor, dit is je kaart waar je wat leuks mee gedaan hebt en je wilt hier opschrijven Happy Birthday. Nou, ik weet niet van jou, maar dat gaat waarschijnlijk mis bij mij omdat het vrij kleine kaart is. En het is best wel een lange tekst en ik wil het toch netjes in het midden. Hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Nou, wat ik wil doen is, ik wil eerst de letters van de zin of de naam tellen, de letters die ik heb. Even kijken of ik van jullie. Even zien. Of, heb je speciaal papier nodig? Absoluut niet. Ik kijk even snel naar jullie vragen hoor. Welk papier gebruik je? Ook oh, Kitty. Alles waar je op kunt schrijven. Maar als het om watercolor gaat, gebruik ik over het algemeen watercolor papier. Je kan diverse merken gebruiken. Dat maakt niet heel veel uit, afhankelijk van de kwaliteit die je wilt bereiken. Wat vind je het fijnst om mee te schrijven? Oh jongens, nou, ik ga straks werken met de Fudenosuke BH. Ik moet zeggen, dat is echt wel een penseelpennetje waar ik snel naar grijp. Watervast, mooi elegant bruslijntje. Dus daar hou ik van. Dus daar ga ik straks mee aan de slag. Maar eerst laat ik je even zien, als ik bijvoorbeeld wil schrijven Happy Birthday. Nou, happy BRTHDAY. Oké, nou dan wil ik tellen op de volgende manier. Alle tussenstukjes wil ik ook meetellen en verder rest alle tekens. Dus ook als hier een uitroepteken zou zijn, tel ik die ook mee. Laten we dat maar doen. Dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dit woord, zeg maar, heeft 15 tekens. 15 is een oneven getal. Nu is het zo dat de letterliner, en ik zal even deze groene gebruiken. De letterliner heeft 2 zijden. Kijk of ik je nog dichterbij kan brengen. Nee, ja. Kun je het lezen? Even zien. Daar. De letterliner heeft 2 zijden. Het heeft, even kijken, ik zie dat hij hier nog een beetje. Ik moet dat even wegpoetsen. Daar. De letterlijn heeft 2 zijden, namelijk de oneven zijde. Hier staat odd numbers. Het is in het Engels geschreven, omdat ik hem voor de internationale markt heb ontworpen. En aan de andere kant staat even numbers. Zie je dat? Dus de even getallen en de oneven getallen. Nou, mijn woord, zeg maar, heeft 15 tekens. Dat is een oneven getal. Dus ik ga hier bij de odd numbers. Dan zoek ik het getal 15 op in deze eerste rij. En die staat hier. Ik laat je even dichterbij meekijken. Daar staat 15. Als ik 15 tekens wil schrijven, moet ik letten op het getal 7. Daar. Hoppa. Moet ik letten op het getal 7. Het is klein, hè? Hier, maar je kan het in het echt prima zien, hoor. Goed, en dat betekent dat ik Happy Birthday met een uitroepteken kan schrijven van 7 tot 7. Bijvoorbeeld,
Ik zie dat ik nog. Ik heb voor de video had ik er al opgeschreven. Maar goed. Trouwens, ik gebruik hier de Unichalk. Dat is dus een chalkmarker ofwel een krijtmarker. Kom maar, te scherp. Kom op, ja. Die gebruik ik omdat het handig is om op die manier even op de letterlijnen te schrijven. Hoef je totaal niet te doen. Kan wel heel handig zijn om het te helpen visueel nog wat sterker te maken. Oneven kant, 15 tekens. Ik moet letten op het nummertje 7. Dat betekent dat ik Happy Birthday kan schrijven van 7 tot 7. Je ziet diverse kleuren van lijntjes. Die kleurtjes die vind je hier in dit tabelletje weer terugkomen. Die kleurtjes geven aan hoeveel karakters, ofwel tekens, je per kleur kunt schrijven. Als je de zwarte lijntjes gebruikt, kun je maximaal 29 tekens schrijven. Gebruik je de blauwe lijntjes, kun je maximaal 25 tekens schrijven. En zo verder, de paarse, dan kun je maximaal 15 tekens schrijven. Nou, Happy Birthday kan ik dus schrijven in het paars, tot en met zwart. Dus ik kan het in iedere breedte van deze letterlijnen schrijven. Stel je voor, ik wil hem in het... hoor je? Tijd voor een giveaway. Nou, je weet hoe het werkt. Ik maak nu een screenshot van de reacties die ik hier heb. En de derde reactie, die heeft een prijs gewonnen. Oké, ik breng hem zo. Ik zie nu al wie dat is, dus dat is erg leuk. Ik breng hem voor jou in beeld. En de derde... Even kijken hoor, ik maak hem even op de... Ja, ik denk dat ik het zo doe. Oké. Tada! Dit is nummer 1, die van Spelen met Grote. Inipini is nummer 2 en Sephora, jij bent nummer 3! Sephora, wil jij alsjeblieft een e-mail sturen naar hallo@makerisme.nl? Makerisme.nl. Een e-mail naar hallo@makerisme.nl. Goed, nou super, dat was dus nummer 1. Je krijgt dus twee letterlijnen, hè? Dit setje. Ja, dan weet je dat. Oké, ik zet mijn timer weer en ik vertel je niet hoe lang. Het is tussen de 10 en 20 minuten. Oké, hij is weer aan het lopen. Waar waren we gebleven? We werden onderbroken door een feestje. Oké, ik kan dus happy birthday kan ik dus schrijven van 7 tot 7. Nou, ik ga hem even op dit blad even zo leggen, want je kan heel breed schrijven. Je kunt dus schrijven in het zwart van 7 tot 7. Zie je dat? Van 7 tot 7. Als je op elk zwart lijntje, boven elk zwart lijntje, een teken schrijft, kom je netjes uit. Nou, wat ik wil doen is dit. Dit is een stukje papier wat is gesneden uit een, uit een A4'tje. Nou, moet je weten dat dit is zo breed als een A4'tje. Als de breedte van een A4'tje. Je ziet hier ook, de letterlijn is heel handig vind ik zelf. Ook iets wat een beetje verborgen is, wat bijna niemand weet, is dat die kleurtjes van het groen op de achtergrond, die zijn A4, volgens mij iets meer dan A5, ik weet niet meer. Maar ze kunnen, als je die ook gebruikt, kun je heel makkelijk je letterliner op zijn plek krijgen, netjes in het midden van je papier. Kijk, als ik hem nu hier leg, dan leg ik hem op de uiteinde van die groene lijnen. Daar heb ik hem netjes in het midden. Zie je dat? Oké, nou kan ik zonder verder te meten of wat dan ook Happy Birthday in één keer boven de lijntjes in het midden van mijn stukje papier schrijven. Dat doe ik zo. Ik neem eventjes deze. Ik gebruik even gewoon normale letters. Ik ga gewoon boven elk zwart lijntje van 7 tot 7 een letter schrijven. En dan ben ik even stil, want anders gaat het fout. Oké, komt-ie. Je kan het zien, hè? Even zien. Zorg dat jij scherp blijft daar. Oké. H. A. P. Boven elk zwart lijntje, zie je dat? P. Y. Spatie. B. I. R. T. H. D. A. Y. En uitroepteken. Happy birthday staat nu keurig in het midden van mijn stukje papier. Nou, probeer dat eens te doen in één keer. Of dat je moet gaan meten met een liniaal. Dat is knap vervelend. Ik kan ervoor kiezen, dat is de smalste, zwart.
De paarse is het breedst. Kijk, die zit aan de andere kant van deze oneven zijde van de letterliner. En ik kan ook hier ervoor kiezen om van 7 tot 7 te werken. Nou, dat is hier tot hier. Dat vind ik wel erg breed. Weet je wat? Ik neem even een andere kleur. Ik vind paars wel erg breed. Even kijken hoe het zit met oranje. Dat is van hier tot hier. Oh, dat vind ik leuk. Van 7 tot 7. Nu ga ik weer mijn letterlijnen netjes recht in het midden van mijn papier leggen. Aan weerszijde even ver van het papier. Oké, ik ga van 7 tot 7 boven iedere oranje lijn schrijven deze keer. Oké, komt hier. Happy birthday. Zit hier recht? Dat is wel belangrijk. En ik zit in het midden. Kijk hoor, nog een beetje. Ja, oké. Check, check, double check. Happy birthday, daar gaat hij hoor. Ha, boven elke oranje lijn. Kijk, hier loopt die oranje lijn. Kun je het zien? Hier is die oranje 6. Hier is 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo lopen de oranje cijfers. Dat oranje lijntje loopt hier niet door, omdat 8 en 6, 8 blauw en 6 oranje, op dezelfde plek zitten. Maar let dan op, het oranje cijfer, dat zit hier op een lijntje, wat hier blauw wordt, maar het is ook het oranje lijntje, dat zit eronder verstopt. Oké, H, A, P. Ik kijk elke keer naar het oranje cijfer en daarboven schrijf ik de letter. Gevaarlijk hoor, dat ik ga uitleggen terwijl ik schrijf. Happy, spatie. Ik vind het leuk om dan een stip te zetten. B, I, R, T, H, D, A, Y, uitroepteken, tada! Keurig netjes precies in het midden, netjes uitgelijnd, alleen de letters zitten verder uit elkaar. Kun je voor kiezen, net wat je leuk vindt. Wil je de letters heel dicht bij elkaar, dan ga je dus naar de roze letterliner. En ook hier zitten dezelfde aanduidingen. Kijk, ik zal het even laten zien. We hebben hier odd numbers, ofwel oneven nummers. Maar hier zie je veel meer mogelijkheden. Je kan hier namelijk tot maximaal 53 letters oneven getallen schrijven. Maar ik had 15, dus ik kies hier 15. En ik kan niet goed schrijven terwijl ik hem zo vasthoud. 15. En ook hier moet ik letten op het getal 7. Klein geheimpje, het is gewoon 15 min 1 gedeeld door 2, mocht je van rekenen houden. 15 min 1 is 14 gedeeld door 2 is 7. Dan hoef je niet elke keer naar de tabel te kijken. Oké, maar ik kan dus ook hier schrijven van 7 tot 7. En de zwarte is ook hier het meest smalle. Als ik hier de zwarte lijntjes neem en happy birthday schrijf, zullen we eens kijken wat er dan gebeurt. Dat is van 7 tot 7, dat is van 7 tot 7. 7 is, oopsie, daar. En dan ga ik hem in één keer ga ik van 7 tot 7 schrijven. En ik laat je straks ook zien. Hoe werk je nou met brush letters? Hoe werk je nou met grote, dikke, vette letters? Hoe werk je met hoge letters? En hoe werk je met hoofdletters? Hoe zit het nou met die I? Hoe zit het nou met die L? Dat soort dingen laat ik je ook zien. Allemaal vandaag nog. Oké, komt ie hè? Happy birthday. Allemaal boven de zwarte lijntjes. B, I, R, T, H, T, A, Y, uitroepteken. Happy birthday. Keurig netjes in het midden van dit stukje papier. Maar nu zijn de letters dus heel dicht bij elkaar. Dus dat. Dat is de basis van het gebruik van de letterliner. Maar als je een beetje bent zoals ik, hou je niet alleen maar van basis, maar wil je veel meer leuke dingen doen. Ik kijk in de tussentijd even naar jullie reacties als er vragen tussen zitten en opmerkingen. Dus ik ga even heel snel daardoorheen. Hoe doe je dat dan met kleiner papier dan A4? Oh, Natasja, dat maakt niet uit. Kijk, nou is die kleiner hè, dan A4. Dan wil je gewoon je... Goeie vraag hoor. Wil je je letterlijnen in het midden hebben? Nou, dat kan je doen door naar links en rechts te kijken. En daar vind je dan... ik vind elke keer dat mijn... Schatten, ik ga heel even... Ga ik even mijn camera verstellen. Want hij zit een beetje te hoog, waardoor je niet volop scherp zicht hebt. En dat is vervelend. Dat betekent wel dat hij een beetje in mijn zichtsveld komt. Maar dat is beter. Of tenminste, hij komt
een beetje in mijn cameragebied, maar dat is beter dan, dat je zo, oeh, kijk, hup, tada, niet helemaal scherp ziet. En dat vind ik erg vervelend. Oké, en nou is het allemaal scheef, dus ik ga even zorgen dat het goed wordt hoor. En hier even goed aandraaien, kijken of dat werkt. Oh, toen had ik hem ook uitgezet. Dat is niet handig. Even uit en weer aan. Daar. Kom op. Ja. Daar. Kijk, dan heb je beter zicht. Daar. Oké, goed. En een beetje meer die kant op dan maar. Het zij zo. Oké, ik denk dat het beter is. Dat je dan beter ziet. Alleen zit hij nu hier. Zie je dat in mijn beeld? Maar dat is niet zo'n ramp. Hé, niet uitgaan. Eén moment, schat. We gaan even hier naartoe. Nee, hij doet het weer. Hij doet het weer. Toch? Ja, maar waarom zie ik hier niks? Momentje. Het is handig, hè, dat ik dit doe. Zo tijdens. Het gaat altijd goed. En dan nu denk ik, ik moet het even verstellen. Even zien. Ik doe even dit videootje aan. Dan heb je wat te zien? En dan ga ik even op de achtergrond even zorgen dat die camera oké is. Even zien. Oh, wel meewerken nu zeg. Kom op. Ja. Kom op, Basie. Oh, nou denk ik bij mezelf. Karin, waarom moest je dat nou doen, hè? Why? Even kijken. Tap, 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 tap. Hey, waarom werk jij niet goed mee? Oké, even testen. Oh nee. Ik heb het verpest, denk ik. Nee, het zou toch niet waar zijn, hè? Oké, kom op. Nog een keer. Meestal helpt het wel om het uit en aan te doen. En als dat niet werkt, dan weet ik het niet. Oh. Ja hoor, ik dacht dat ik het beter maakte. Kijk nou, ik heb geen beeld meer. Kom op, werk mee. Ik weet niet wat ik moet doen. Want ik zit in een live sessie en dat is niet leuk als je dan niet goed meewerkt. Waarom doe je dat niet? Mijn camera werkt niet goed mee. En ik heb echt geen idee. Wacht even. Oh, dit is heel vervelend. Kom op, Basie. Oh, wat gek. Oké, ik koppel hem even los. Dat kan ook even helpen. Lekker handig, hè? Want ik dacht van, ik maak het even beter. Soms moet je dingen gewoon laten zoals ze zijn. En moet je niet zo perfectionistisch zijn. Ik wed dat jullie zeggen, wij konden het heus wel zien. We konden het heus wel lezen. Ah, oh, nee. Even kijken. Oh, wacht even. Nee. Ja hoor, serieus. Nou, dit is heel vervelend. Oké, ik heb een probleem. Ik heb wel een probleem, want dit is mijn enige camera. En ik denk niet dat ik het snel anders kan fixen. Dus, wat gaan we doen? Ik kan alleen maar bedenken dat ik jou even een andere video laat zien. En dat ik je maar ga vertellen wat ik in de video doe. En misschien ga ik een beetje huilen, want ik vind het heel vervelend. En misschien word ik heel erg boos. Dat kan ook nog. Willen jullie mij een computer of een camera door het raam zien gooien? Dit is je kans. Nou ja, ik begrijp niet waarom hij geen beeld geeft. Oké. Ik laat je wel zien wat ik wel heb, dan maar. En inmiddels heb ik zeer goed idee. Ik weet niet, er is iets niet lekker met mijn computer. En ik schrok ook in mijn beeld. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Oh goodness, nou, even kijken. Niet huilen, zegt Helen. Nou, dankjewel voor de troost. Goodness. Oké. Oh, kijk, Anneke zegt, we komen wel een ander keertje terug. Nou, super lief.
Nou, misschien moet ik dat echt gaan doen, dat ik het dus op een ander moment moet laten zien en de naam schrijven. Ik vind het echt zo vervelend. Oké, ik ga even kijken naar jullie. Zit er een kabeltje los? Nee, maar er zit wel een steekje los. Marisa. Nee, Marisa, het kabeltje heb ik in en uit gedaan. Ik weet niet wat het is. Ik ga eens even kijken naar jullie handige opmerkingen. En dan laat ik je straks ook de andere video's zien van hoe ik de dingen gemaakt heb. En ik vertel je wel even hoe ik dat ronde doe. Geef ik je tenminste die ene methodiek. En dan heb je het een beetje gezien. En dan ga ik gewoon nog een keer de live sessie afspreken met je. Dan doen we het gewoon een keertje nog dunnetjes helemaal goed opnieuw. Oké, even kijken naar jullie reacties. Anja zegt, je kunt in plaats van meteen de letters erboven de letterlijn schrijven, ook kleine verticale streepjes zetten en op elk gekleurd streepje en daarna de letters daarop schrijven. Precies. Dat is dus, want ik wilde dus eigenlijk stapje voor stapje steeds wat moeilijker gaan, zeg maar. Iets wat meer tijd kost. Als je wat voorzichtiger wilt zijn, dat je niet meteen wilt schrijven, kun je dus ook de lijntjes boven de lijntjes schrijven. Nou, als je dus die letterlijnen hebt, kijk, deze camera heb ik wel, want daarnet wilde ik wel even die vraag nog beantwoorden. Hoe vind je nou het midden van een, of hoe plaats je hem nou op een kleiner papier? Nou, dan kijk je links en rechts naar die lijnen op de achtergrond, daar kun je naar kijken, maar je kunt ook kijken links en rechts of de juiste getallen op de juiste plek zitten, dat daar de 7 op dezelfde plek zit als daar, bijvoorbeeld. Dat daar kun je het mee doen. Hey, hey. Ja, kom maar. Mijn man lief, geef mij een ijsje. Fred, mijn camera is uitgevallen. Deze. En nou kan ik niks meer laten zien. Dus. Dus ja, ik ga nu doen wat ik doe met wat ik heb. En dan ga ik maar een nieuwe live sessie plannen. Het is mijn eigen schuld. Ik wilde iets beter maken. Oké, ik heb een ijsje. Alles komt goed. Dankjewel, schat. Ik zeg, breng een ijsje voor mijn schat. Hij heeft het gedaan. Nu komt alles goed. Troost. Oké, dus dat. Nou goed. In de video hierna zie je dat ik voorbereiding heb getroffen voor vanavond om jouw naam te schrijven op een van deze mooie papiertjes die ik geschilderd heb. Op aquarelpapier. Nou gebruik ik hier de verf die ik gebruik. Zal ik even laten zien. Dat is van Cotman. Nee, Winsor & Newton. Dit is van Winsor & Newton. Hij heeft zulke leuke doosjes. En die van mij ziet er totaal niet uit in kleurtjes zoals die op de website. Want ik heb al mijn napjes vervangen, verschoven enzovoort. Maar dat is het leuke van die doosjes. Ik heb 2 maten, maar ik weet even niet zeker. Misschien is de ene oud en de andere nieuw. Maar je kunt dus op de website van Hobbyshop Online kun je deze verf ook vinden. Ik vind het heerlijk om mee te werken. Ik gebruik hem ook heel veel in mijn workshops. En die heb ik dus ook gebruikt om deze voorbereidingen te doen. Nou, je ziet mij hier dus een Mirjam schrijven. En ik heb voor de hoofdletter M heb ik 2 lijntjes gerekend. Dus Mirjam heeft M-I-R-J-A-M, 6 letters, maar ik heb 7 gerekend. Zodat ik de M groter kan maken. Alleen vervolgens vergis ik mij. Kijk, ik schrijf eerst lijntjes en dan Mirjam. Vervolgens vergis ik mij en maak ik een kleine letter M en dan werkt het weer niet. Het is wel belangrijk om even je hoofd erbij te houden. Ik ga dus nu best wel snel door de instructies. Die had ik je langzaam willen laten zien, maar dat lukt dus nu niet. Maar ik doe dat nog een keer. Ik doe dus M, kruisje, I-R-J-A-M. En kruisje was dus de bedoeling dat ik daar dus een lekker grote M schreef. Maar de M was klein, waardoor de M en de I best wel ver uit elkaar zitten. Nou, de I en de L, dat zijn van die letters die best wel smal zijn. Daar heb ik allemaal trucjes voor om je te helpen. Maar dat ga ik je volgende keer uitleggen. Dat is niet handig zonder deze camera. IJsje. Oké. Patricia heb ik geschreven hier. Oh ja, ik wilde Marie Miranda schrijven, precies. Ik heb daar dus 7 plus 1. Dat betekent dus 7 letters, maar voor de M heb ik dus dubbel gerekend. Dat is een manier om met hoofdletters om te gaan. Oneven getal. Ik kijk naar welk getal ik nodig heb.
Van 4 tot 4 kan ik hier schrijven, omdat het 8 letters zijn op de evenzijde van de letterliner. Welke letterliner ik gebruik, bepaal ik op grond van hoe breed ik mijn letters uit elkaar wil hebben. Puur daarop, op grond daarvan. Nou, iedereen die zoiets heeft van, oh, ik wilde echt die uitleg. Je kan dus op letterliner.nl vind je dus uitleg. Nou, heb ik dus hier de M, heb ik gewoon lekker twee plekjes voor genomen, dat ik het lekker groot heb geschreven. Dus ik heb met de letterlijnen eerst in het klein op met potlood de letters op de juiste plek geschreven en toen met brushletters overgetekend eigenlijk. Ja, mijn ijsje smelt, je hebt gelijk. Mijn favoriet. Zo slecht voor je. Hier ga ik Patricia schrijven. En ik wil hoge letters, dus ik heb een soort vlak gemaakt, een blokje. En dan kan ik de letters dus hoog schrijven. Omdat ze dus van die grote letters zijn, dan maak ik het vlak ook van boven en beneden, trek ik dus een lijntje. Dat maakt het handiger om te schrijven. Even kijken, wat wordt hier gezegd? Wanneer kies je voor de M en wanneer voor de S? Oh, medium of small. Ja, precies. Afhankelijk van hoe breed of hoe dichtbij je de letters bij elkaar wil hebben. Je zult mij soms ook in de video's zien bezig zijn met die blauwe, met die mintgroene. Dan denk ik, nee, toch liever die roze. Het is even afhankelijk van wat je op dat moment wilt. Bij de mintgroene kunnen de letters verder uit elkaar. Maximaal 29 tekens. Oké. Bij de roze kunnen er maximaal 53 tekens. Dus kun je hele zinnen schrijven. Ik ga een winnaar trekken. Screenshot. Oeh, ik zie al wie het is. Camera, ik zal eens proberen. Ik weet niet wat er aan de hand is en ik vind het echt niet leuk, want het ziet eruit als een ernstig probleem en gaat nu helemaal niet meer aan ook. Ik word een beetje verdrietig. Oké, ik laat je zien wie er in de screenshot als nummer 3 staat. Komt ie, hè? 1, die zegt iets van Van Gogh. 2 is AJR en 3 is Miet de Vrieze. Yay, jij hebt gewonnen! Jij hebt 2 letterliners gewonnen. En omdat ik heb beloofd dat ik er nog een derde weg zou geven, ga ik dat toch even anders doen. Omdat ik deze sessie toch zal afronden nu. Ook al heb ik je niet alles verteld wat ik je graag wilde vertellen. Maar dit is niet echt handig op deze manier. Dus ik ga het bij deze toch een beetje afronden. Ik zal je wel eventjes laten zien, heel snel, hoe ik de ronde letters heb gemaakt. Of tenminste het schrijven in het rond. Want dat zijn jullie heel benieuwd naar. Dus ik doe deze video weg. En dan zoek ik even op de achtergrond even die andere video op. Eens even zien. Dan kun je dat tenminste zien. Trouwens, de winnaar van daarnet, stuur je mij een e-mail naar hallo@makerisme.nl. hallo@makerisme.nl. Eens even zien. Zet ik even die andere video klaar. Dan laat ik je op zijn minst even zien hoe ik die ronde dat schrijven het rond heb gedaan. Nou, sowieso. Als je naar... Nou, waarom doet hij dat nou niet weer? Daar. Het werkt technisch vandaag niet lekker mee. Oké, als je naar letterliner.nl gaat en je scrolt naar beneden, beneden. Dan vind je daar helemaal onderin ook een video dus met hoe je dus schrijft in het rond. Dat is één methodiek. Dat noem ik de tape roll methodiek. Ja, de roll tape methodiek of iets dergelijks. Dan kun je dus netjes die letters in het rond schrijven. Ik geef je daar de uitleg. Maar ik laat je nu ook even een andere methodiek zien die ik dus had in de video. Dat ik had voorbereid voor je. Doe ik eventjes zo. En dan ga ik even hier scrollen door de video. Ik heb hier geschilderd. Weet je wat, ik laat hem even gaan. Ja? Ik heb geschilderd.
Ik heb geschilderd met gouache. Oh, echt zo leuk op zwart papier. Ik ben best wel bezig met schilderen op donker papier de laatste tijd. En ik heb gewerkt met gouache. Dit is gouache van Talens. En Talens is heel duidelijk. Het is gewoon plakkaatverf, mensen. Gouache is de chique naam die we tegenwoordig gebruiken. Zo ziet het eruit. Lekkere, dikke, vette tubes. En ik zeg altijd, als je gouache koopt in je basiskleuren, koop een extra witte. Want die gaat snel. Tenminste, als je een beetje houdt, net als ik, van wat gedemptere kleuren of pastelkleuren, wil je echt wit extra hebben. Nou, is het zo dat in deze verpakking zitten de basiskleuren. En dat zijn dus een magenta. Dat is eigenlijk dezelfde kleuren als wat je hebt in je printer. Zie je dat? Magenta, yellow, blue. Nee, cyan bedoel ik. En dan black en white. En met die kleuren kun je echt alle kleuren maken. Dus hoe doe je dat? Daar heb je zo'n boekje erbij. En dan zit er wat uitleg bij. En dat is handig. En op YouTube vind je ook heel veel video's van hoe je kleuren kunt mengen. En ik vertel het je ook in mijn workshops. Extra leuk. Dus ik heb met kleuren mengen heb ik dit schilderijtje gemaakt. Dan ga ik hem even doorspoelen. Want ik ga hier dus met de letterlijnen dan op enig moment invullen. Hoe ik dus, weet je wat? Aan het einde geef ik nog één keer twee letterlijnen weg. Goed, lieve schatten? Dat doe ik gewoon. Ook als troost voor jullie voor het feit dat ik dus niet alles helemaal kan laten zien zoals ik wilde. Goed, wanneer ik ga afronden, geef ik ook nog twee letterlijnen weg. Op dezelfde manier dat ik dan kijk naar de reacties. En nummertje 3 in mijn screenshot is dan de winnaar. Yes! Oké, okay. Nou, ik ga dus deze hier afmaken in de video. Maar ik ga hem even een klein beetje doorspoelen. Ik zal de video's ook delen op letterliner.nl na deze, later in de week. Dan kun je ze daar ook rustig nog een keer bekijken. Ze gaan wel zo snel en niet langzamer dan dat. En het bloemetje schilderen op deze manier en andere manieren, dat leer ik je dus in mijn workshops. Als je daar meer van wilt weten, dan ga je naar mijn workshops op makerisme.nl. Dat vind je ook daar waar de letterliner.nl is, vind je het allemaal. Oké, ik ga even door, want ik heb hier een vakje getekend. En in dat vakje heb ik met potlood getekend. Ga ik dus met behulp van de letterliner dus een tekst schrijven. Nou, hoort allemaal uitleg bij eigenlijk. En dat ga ik je nu allemaal niet geven. Dat is niet handig, omdat ik dus mijn camera niet heb. Oké. Dan gebruik ik, dit zijn hele leuke stiften. Dit zijn de Fudenosuke Pastel Brushpennen. Nou, de Fudenosuke BH. Leuke naam, hè? Er is een BH en een BS. De BH is hard en de BS is soft. Heeft niks met een BH te maken, dames. Maar dit zijn allemaal Fudenosuke's BH's. Klopt dat wat ik zeg? Nee, ik denk dat het soft zijn, maar dat weet ik niet. Nee, het zijn BH's. In verschillende kleurtjes. Ze werken op zwart papier. Dan zijn ze half transparant. En als je in laagjes werkt, worden ze steeds dekkender. Je kan in ongeveer 3 laagjes werken om het lekker dekkend te krijgen. In diverse kleuren. En het lijkt, ze komen heel krijtachtig over. Maar ze zijn dus wel gewoon permanent. Tenminste, dat idee had ik wel. Ik had er wel even met water overheen. Volgens mij gaat het niet eraf en beweegt het niet met water. Maar daarmee kun je dus heel leuk op zwart papier schrijven. Vond ik leuk in combinatie met het gouache. Dus dat. Pastel kleurtjes dus van Fudenosuke. Lekker leuk om te gebruiken. Nou goed, ik maak dus hier een zeg, compositie van grote blokletters, kleine hoofdletters, brushletters. En die doe ik dus allemaal gecentreerd in het midden met behulp van de letterliners, zoals ik je eigenlijk dus heel kort in het kort daarnet een beetje heb laten zien toen mijn camera het nog deed. Oké, maar goed. Als we nou even verder gaan, dan is het volgende project, als het goed is, dat project wat ik heb voorbereid. Oh nee, dit is waar ik alle Fudenosuke pastels even één voor één gebruik. Het leuke ervan is, het is heel grappig. Ik weet niet wat voor materiaal het is of wat voor inkt het is. Maar terwijl je schrijft, zie je bijna niks. En je schrijft verder en hij droogt op. Zie je dat? Dus ik schrijf bijna niks, maar je ziet hem opdrogen. Dus dat is wel echt heel bijzonder leuk. En hij is dus half transparant. Nou, ik ga alle kleurtjes door en dan ziet het er. Kijk hoor, terug. Zo ziet het er dus dan uiteindelijk uit. Ja, dat zijn alle kleurtjes die erin zitten. Oké, volgende project is dat waar ik rond ga. Nou, ik tekende net met een helix.
Helix is een super handig dingetje. Ik zal hem even laten zien. Deze. Wat ik vertelde, al die producten die ik gebruik in deze video's en voor deze sessie, vind je dus op een rijtje bij Hobbyshop Online in de link. De link staat onder de video waar je kijkt. Dus de verf en de letterliners en de penselen die ik gebruik en de Fudenosuke pastel en aquarel, etc. Staat allemaal daar, dus heel handig bij elkaar. Nou, is het zo dat ik hier dus een compositie maak van bloemen in het rond. Nou, ik laat hem even doorgaan. En ik denk dat ik daarna zo ongeveer ga afronden. goed, ik maak dus een compositie in het rond. En het maakt niet uit wat voor compositie in het rond je hebt. Maar als je je letters eromheen wil schrijven, dan is het bijna onmogelijk om dat netjes te doen, dat je keurig uitkomt op de juiste plek. Maar met een letterlijnen kan dat dus wel. Nou, is er dus wat ik je net vertelde, de tape roll methodiek. Die zal ik je even kort uitleggen, maar die vind je dus op letterlijnen.nl als je scrolt, scrolt, scrolt naar beneden. Je neemt een roll tape. Nou, het nadeel daarvan is dat je gebonden bent aan de maat van je roll tape. Maar wel erg leuk. Stel je voor, je gebruikt je roll tape als basis voor je compositie. Dan maak je daar, je tekent een cirkel op je papier. Je vult hem in met bloemetjes of met wat je dan ook wilt. En dan neem je je letterliner en leg je hem aan de buitenkant van je roll tape. En je plakt hem tijdelijk vast daar. En nu kun je je letterliner dus op deze manier op papier gebruiken. Zo op je papier gebruiken. En dan kun je dus de lijntjes kun je tekenen precies waar je je letters wilt hebben. Nou, noem ik het even heel erg simplistisch. En je hebt misschien wel vragen. Maar je moet dus even de video bekijken die ik helemaal onderop heb staan bij letterliner.nl. Oké? Dan kun je het zien. Maar dat is dus één hele toffe manier om het te gebruiken. Een andere manier is om de letterliner te rollen op zichzelf. Dan kan je een hele kleine cirkel maken. Zie je dat? En die kun je dus zo groot maken of heel erg klein. Daar, dat kan ook. Dat is ook een manier. Die is soms een beetje ingewikkelder omdat het overlapt. Maar dat kan ook. Nou, wat ook nog kan, is dat je de letterliner dus niet plat op je papier gebruikt, maar staande in een cirkel of in een golf. Dat kan ook. Als je hem op deze manier op je papier gebruikt, kun je dus ook in een golf schrijven. Al dat soort dingen had ik je allemaal netjes willen laten zien, maar dat gaat dus niet. Hier in deze video ga ik dus door met deze compositie. Ik maak hem helemaal vol dat het een mooie cirkel is, ook als de potloodlijnen weg zijn. Dus ik vul hem op nu straks met wit. Ik ga even een klein beetje doorscrollen hoor. Daar, want anders duurt het een beetje te lang. Ik zal deze video's delen. Dan kun je het zelf bekijken. Daar. Ik vul hem helemaal op met witte stippen. Daar. Nou, en nu wil ik graag hier dus letters omheen gaan schrijven. Nu dacht ik gebruik de helix. Maar wat ik niet fijn vond was dat die helix niet groot genoeg was. Weet iemand of er ook een grotere helix verkrijgbaar is? Want dan zou ik hem heel graag willen hebben. Want het eerstvolgende cirkel was de buitenrand. En die was te groot. Dus ik heb iets ronds gevonden in mijn kamer. Daar heb ik een cirkel van getrokken. En ik heb hem vervolgens uitgeknipt. Omdat ik er niet doorheen kan kijken door het papier. En ik heb de binnenkant van het papier gebruikt. Om een cirkel te hebben. Die netjes om mijn project heen kan. Die heb ik met potlood overgetrokken. En vervolgens heb ik de buddy methodiek gebruikt. Nou, buddies, die ken je wel. Dat is plakkauwgom. Ja, je kan ook echte kauwgom gebruiken. Ik zal het niemand vertellen. Maar als je drie stukjes buddy pakt, dan kun je die gebruiken om je letterliner te bevestigen, zoals ik hier doe. Wat ik het liefst doe, nadat ik het een paar keer heb gedaan, is dit. Ik neem een letterliner en ik doe een buddy hier op het, ergens op het einde. Nog een buddy ergens aan het begin. En nog een stukje buddy knijp ik hier ergens in het midden. Nu kan ik deze letterliner vastplakken op mijn papier zoals ik wil. In een golf. Zo, in een golf of in een cirkel. En dan zit die keurig op zijn plek. Of in een regenboog. Ook erg leuk om te doen om over een regenboog heen te tekenen. Als je zoiets hebt van, ik begrijp er helemaal niks van. Sorry, ik kom nog een keer terug met een andere live sessie.
Maar je kunt dus in de video zien dat ik een beetje zit te rommelen. Dat ik dus de streepjes nu kan markeren op mijn cirkel. Ik heb alles geteld zoals ik dat tellen doe. Ook als ik het in een rechte lijn schrijf. Net als dat ik je in het begin heb laten zien. En nu kan ik dus precies, perfect, keurig netjes mijn letters in een cirkel schrijven. Om die compositie heen. Iedereen die het heeft begrepen. Yay! Iedereen die het niet heeft begrepen. Sorry, ik kom nog een keer bij je terug. Hou mijn nieuwsbrief in de gaten. Dan plan ik een nieuwe datum waarop ik dit dunnetjes opnieuw ga doen. En het je laat zien. En de namen ga schrijven zoals ik beloofd had. Maar voor nu denk ik. Ik ga even mijn lijstje nog even checken. Dat ik geen hele belangrijke dingen vergeten was. Nogmaals. De YouTube linkjes. De linkjes zitten. Staan onder de video. Je kunt ook de QR-code hier kun je scannen. Dan kom je op de shop van hobbyshoponline.nl. Trouwens, dit is een affiliate link. Dat betekent dat ik een leuke samenwerking heb met Hobbyshop Online. Dat betekent dat Hobbyshop Online het leuk vindt dat ik jullie naar hen verzend. En dat ik dus een klein beetje daarvan terugkrijg. Maar voor jou maakt het totaal niet uit. Dan weet je dat. Dus alvast bedankt als je via deze link wilt kopen. Even kijken hoor. Wat moest ik nog meer zeggen? Oh ja, superleuk. Ik zie dat ik 26 likes heb. Maar er zitten veel meer mensen hier in de zaal. Wil je even op het duimpje klikken op YouTube alsjeblieft? Dat zou ik heel fijn vinden. Dan help je YouTube om te weten dat je het leuk vindt. En dan kan ik dit veel vaker doen. Omdat YouTube daar ook blij van wordt. Nou, en als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, wil je dat misschien ook even doen. Ik ga straks afronden en dan geef ik nog één keer letterliner, zet je weg, goed. Even zien, oh ja. Sowieso, hou mijn nieuwsbrief in de gaten. Ik ga weer even naar letterliner.nl. Daar vind je ook alles. Even kijken hoor, letterliner.nl. Waar is die? Daar. Als je scrolt op letterlijnen.nl, je scrolt lekker door de dingen heen, dan vind je daar op een gegeven moment ook de mogelijkheid om je aan te melden dus voor mijn nieuwsbrief. Dat is hier beneden. Maar je vindt het ook, oh je ziet het helemaal niet. Jongens. Daar, nogmaals. Dan vind je hier mijn nieuwsbrief waar je je voor kunt aanmelden. Je vindt het ook hierboven bij freebies, want je krijgt namelijk heel veel leuke freebies als je voor mijn nieuwsbrief aangemeld staat. En dan krijg je dus van mij ook allerlei informatie. Ik zal ook dat van de letterliner ook nog een keer herhalen in mijn nieuwsbrief. En ik vertel je ook in mijn nieuwsbrief wanneer ik weer terugkom. Om dit beter te doen. Als je dus wilt leren schilderen, bloemetjes, blaadjes en nog andere dingen, ga dan naar mijn online workshops. Daarvan zal ik ook een link plaatsen op letterliner.nl. Maar je vindt hier bovenaan de website. Als je op workshops klikt, dan kom je er ook. En dan kun je weten hoe je aan mijn workshops kunt komen als je dat leuk vindt om te doen. Je bent van harte welkom. Nou, Hobbyshop Online dus. En dit is dus letterliner.nl. Zullen we nog een winnaar trekken? Oké, ik ga eens even kijken. Ik maak nu een screenshot van wat ik nu in beeld heb. En de derde, oh wat grappig, hij verschuift net voordat ik de screenshot maakte. Dus goed dat je niet weet wie het was. Dan hoef je ook niet teleurgesteld te raken. Ik haal de screenshot even in beeld. Oh nee, dat is de QR-code. Oké, opnieuw, bureaublad. Daar. En de winnaar is de derde. Dat is niet AJR, niet Lums, maar Grace de Klein. Jij krijgt van mij een... Van harte gefeliciteerd, Grace. Jij bent de laatste winnaar van vanavond. Maar hou mijn nieuwsbrief in de gaten, want ik ga nog meer letterlijners weggeven. En de volgende keer als ik terugkom, doen we het gewoon nog een keertje. Oké, nou, lieve schatten. Dit was wel een hele gekke aflevering op deze manier. Aflevering. En een hele gekke live sessie zo. En ik ga mijzelf troosten met een ijsje waar ik elke keer met mijn hand in zit. Hij smelt helemaal weg nu. Heerlijk. Oké. Dankjewel dat je er was, lieve schatten. Ik ben bang dat ik ook vragen gemist heb in alles. Maar ik ga je wel alvast even groeten. En
Als je nog vragen hebt na deze sessie, wanneer die afgelopen is, zet ze alsnog in de reacties. Want dan kan ik ze daarna alsnog zien. Dus als je nog vragen had of je hebt andere opmerkingen, stop ze alsnog even in de reacties. Even kijken hoor. Nou, ik ga je gewoon maar groeten, lieve schatten, want het is genoeg geweest. Dag lieve Helen en Innie Pini. En dank je groetjes Langermans en AJR Jacqueline en Knutsel Mirjam Natasja. En leuk dat je erbij was, Petra en Claudia, Grace en Patricia. En Fiona en Lums en Tamara en alle andere schatten. Ook extra dank je wel aan Marisa voor het helpen en Hobbyshop Online. Leuk dat we zo konden samenwerken. We gaan het gewoon dunnetjes nog een keer opnieuw doen. Het was toch gezellig, ondanks het feit dat het niet echt handig ging. Maar ja, ik ga mijn ijsje eten. Ja, Claudia, dat klopt. Het is nu meer een milkshake, dat klopt, Sandra. Dat is waar. Weet je wat? Oh, als je nog even op duimpje wil klikken, heel erg graag. En dan ga ik een muziekje voor je opzetten. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Dag, dag, lieve mooie schatten.